Ja, een heel goedemiddag. We zijn vandaag op het bedrijventerrein in Scharn, Maastricht. En we gaan langs bij voorzitter Edward Goessens. Wij zijn een managed service provider. Dat betekent dat wij heel veel cloud dienstverlening doen. Sinds 2004 hebben we een eigen datacenter en hebben zo'n 42.000 klanten die we dagelijks bedienen. En wat zijn jullie ervaringen met corona op dit moment? Ja, voor het eerst zitten wij in een stabiele industrie. IT heeft iedereen dagelijks nodig. Vaak hoort dat tot het primair proces van je bedrijf. En zo merken wij dus dat wij op dit moment geen coronaproblemen gelukkig kennen. Daarnaast ook voorzitter van de SIM. Misschien verkort voor de mensen die de SIM nog niet kennen, wat houdt de SIM precies in? De SIM staat voor Stichting Industrieterreinen Maastricht. Wij zijn de overkoepelende organisatie van alle terreinen. Ieder terrein heeft afzonderlijk een eigen bedrijvenvereniging, stichting, met een eigen voorzitter. Zo ben ik voorzitter van de Stichting Ondernemingen Scharn Noord. En bij rolerend voorzitterschap heb je één keer per vier jaar de eer om de voorzitter van de SIM te mogen zijn. Wat zijn enkele realisaties vanuit de laatste jaren waar we dan aan mogen denken? We werken heel veel samen met namens de ondernemers, met de gemeente en met de provincie om zaken te regelen op provinciaal of gemeentelijk niveau. Anderzijds proberen we met inkoopcontracten ook voordelen te halen. We zijn er nog steeds trots op dat we ooit een inkoopcontract voor afvalverwerking hebben kunnen afsluiten, waarmee we 1,2 miljoen euro besparen op jaarbasis voor de ondernemers. Kijk eens aan. En wat ik ook wel interessant vond, wat je me net vertelde, is onder andere ook ervoor gezorgd dat bijvoorbeeld de afslag richting de Beatrixhaven tijdens de tunnel ook mede voor gezorgd dat die eerder kwam. Klopt. Toch? Inderdaad, wij waren heel bezorgd als ondernemers toen de ondertunneling kwam, dat er nog meer files zouden komen. En we wisten ook dat er een afslag zou komen naar de Beatrixhaven. En toen hebben we gevraagd aan de minister of die de afslag niet wilde vervroegen. En toen waren we heel blij dat de meneer Eurlings destijds was. Als gasechte Limburger heeft hij ervoor gezorgd dat dat eerder kwam. En dat hebben wij als SIM samen met het LWV voor gezorgd. En daar zijn we trots op. Bedrijventerreinen heb je natuurlijk om samen sterker te staan, om samen sterker je punt te maken. Nu in corona is dat lastiger om samen te komen. Maar hoe proberen jullie toch die onderlinge samenwerking in stand te houden in deze tijden? Ja, in principe is dat inderdaad best lastig. Goed dat je dat ook opmerkt. Wat we nu proberen is onze sirenelunches. Dat is iedere maand, eerste maandag van de maand hebben we een sirenelunch. Die proberen we nu digitaal te doen. En ook de onderwerpen dan aan de corona gerelateerde vraagstukken van ondernemers helemaal te koppelen. Dat hebben we afgelopen keer gedaan. Ging het over hoe moet je thuiswerken? Wat zijn dan de juridische aspecten, maar ook de sociale aspecten? Dan hadden we toch 54 deelnemers. Daarnaast ook dus voorzitter van bedrijventerrein hier in Scharn, waar uw bedrijf ook gevestigd is. Hoe gaat het met dit bedrijventerrein? Hoe gaat het met bedrijventerrein Scharn? Zover ik kan zien, best goed. De ondernemers hier hebben volgens mij relatief weinig last ervan, behalve meneer Rieu natuurlijk. Die zit hier achter met de studio. Ja. En dan weten we allemaal van dat de evenementenbranche het super zwaar heeft. En dat treft hem natuurlijk ook. Ja. Misschien tot slot nog als ondernemer, heeft u iets nog van een tip of een persoonlijke boodschap of ja, voor de komende maanden die toch nog lastig worden op coronagebied om de mensen een duwtje in de rug te geven? Nou ja, ik zou zeggen voor iedereen natuurlijk allereerst blijf gezond, zorg ook dat je medewerkers gezond blijven. Heel veel succes de komende maanden. Dankjewel.